meest succesvolle businessideeën die beginnen vaak in de kroeg op een bierveeltje. Nu eindelijk de terrassen weer open mogen, is het de hoogste tijd om startende en gevestigde ondernemers aan elkaar te gaan koppelen. In deze serie het bierveeltje. Glenn, Milan. Hey Willem. Ja, Willem. Alles lekker? Wat leuk dat jullie er zijn, jongens. Ja, top. Hey, ik heb best wel een beetje zin in vandaag. Ja. Want jullie komen mij alles vertellen over die bedrijven die jullie, hebben. Voor mij is eigenlijk gewoon de allereerste vraag is, hoe lang zijn jullie in godsnaam aan het ondernemen? Voor mijn gevoel al eeuwig. Ja, nou, we zijn al een hele tijd geleden begonnen met ondernemen. Van jongs af aan eigenlijk. Ja, we kennen elkaar echt, echt als high school friends. Ja. En ja, sinds kort eigenlijk, dus nu sinds 1 jaar zijn we echt een groot bedrijf gestart en dat het stelt. Hoe is dit idee gestart? Ja, Milan, jij studeerde in de Verenigde Staten, dus toen? Ja, ik studeerde in Amerika en ik ging daar veel naar studentenfeestjes. Ja. En daar zag ik eigenlijk dat de koelkast, die altijd helemaal vol met bier staat, opeens één rijtje hard seltzer begon te bevatten. Ja. En ik vond dat zo lekker, want het speelt eigenlijk in op een trend. Ja. Natuurlijk dat je minder gaat drinken, of tenminste dat je gezonder gaat drinken met minder calorieën, geen suikers. Ja, toen dacht ik, dat kan in Europa ook heel erg werken. Dat kan, daar is gewoon markt voor. Ja. Dus een, ja, zijn we dat eigenlijk hebben het geprobeerd die blikjes uit Amerika te importeren. Ja. Niet gelukt, maar niet opgegeven. Zijn zelf gaan designen, zelf een recept gemaakt. En ja. toen zijn we zelf begonnen en hebben de eerste 100.000 blikjes besteld. Ja, vet man. Ja. Heel plat zegt, wie heeft die 100.000 blikken betaald? Ja, we hebben eigenlijk al onze spaarcenten bij elkaar verzameld. Ja. En de eerste lading gefinancierd. En nou, toen eigenlijk gewoon 1 jaar lang hebben we keihard gewerkt. Ja. Geen salaris uitgekeerd, dus alles wat we verdienen, dat stoppen we weer terug in het bedrijf. Gaaf, zeg. Heel veel ramen noedels gegeten natuurlijk. Ja, ja, ja. Zijn ook lekker. Ja, ook goed. Ook weinig calorieën. Ja. En nou, vervolgens, ja, op een gegeven moment gaat het lopen. Dus ja. Ja, nu kunnen we wel zeggen dat we een bedrijf hebben dat, dat staat. Ja. Ik wil hier nog veel meer over weten, dat kunnen we blijven doen. Maar we hebben binnen Gina zitten, ze start een onderneemster. En ja, ik hoop dat we iets van elkaar kunnen leren. Zij heeft een aantal vragen voor jullie, dus leuk. Laten we naar binnen gaan. Let's go. Gina, ja. Wat leuk dat je er bent. Ik heb twee ontzettende gedoodverfde ondernemers meegenomen die eigenlijk al jaren ondernemen. Inmiddels zijn ze eigenaar van een best wel groot bedrijf. We gaan straks allerlei dingen aan hun vragen en we gaan jou helpen. Maar ik wil eerst van alles nog wat over jou weten. Vertel, jij hebt gewoon volgens mij je baan opgezegd, hè? En ja. Ben maar gewoon begonnen met een bedrijf. Ja, ik begin nu over 2 weken, maar ik ben de afgelopen weken al een beetje begonnen. En het heet Jean's Sunny Kitchen. Ja? En dan is mijn eigen catering. En dan maak ik gewoon dingen die ik lekker vind en dan breng ik dat langs. Hoe ben je hierbij gekomen? Waar is het idee vandaan gekomen? Ja, ik had eerst met mijn vriend een restaurant in onze dartkamer, in ons antikraakhuis. Tuurlijk. Ja, gewoon as you do. En toen waren we daarmee gestopt, maar toen vond ik dat heel erg jammer. Dus toen dacht ik, nou, ik ga maar gewoon verder, maar dan officieel. We hebben hier Milan en Glenn zitten. Wat hoop je vandaag mee te nemen van het gesprek? Nou, ik wil wel graag weten wat je als startende ondernemer, wat jullie vinden dat echt een prioriteit is. Want ik heb het gevoel dat je gewoon, je zit helemaal vol met ideeën en er zijn superveel dingen die je kan en moet regelen. En ik ben benieuwd wat volgens jullie dan een soort van focus kan zijn. Ik denk dat we deze vraag het beste kunnen beantwoorden in onze relaxe setting. Gaan we lekker op de bank zitten en dan duiken we de diepte in met de boys. Lekker! Gezellig! Ja, let's do it. Relaxed! Oké, guys. Wat ik een beetje uit jouw vraag begreep is, gaat eigenlijk heel erg over het starten van een onderneming. Ja. Jullie zijn natuurlijk al een tijdje bezig, ook met wat verschillende ondernemingen van wat jonger af aan. Wat zijn nou de golden tips als je moet starten? Waar denk je aan, Milan? Ja, ik denk dat het eerst belangrijk is om je prioriteiten te weten. Ga niet alles tegelijk doen. Baken het een beetje af. Zorg niet dat je heel generaal bezig bent, maar iets specialistischer. Dus ga niet bijvoorbeeld met 10 gerechten gelijk beginnen, want dat betekent ook dat je natuurlijk 10 dingen, ingrediënten moet inkopen voor 10 gerechten. Daarnaast heb je ook gewoon een stukje wat meer procedure dat je goed moet regelen. Dus zorg ervoor inderdaad dat je ingeschreven staat bij de KVK, dat je boekhouding doet, dat je je belastingaangifte doet, maar ook dat je bijvoorbeeld een merkrecht registreert. En wat is dat? Nou, merkrecht is eigenlijk een manier om je naam te beschermen. In het geval van Jean's Sunny Kitchen wil je niet dat een concurrent later ook precies in Nederland of in de Benelux, ligt eraan waar je gaat verkopen, dezelfde naam gebruikt voor dezelfde producten. Oh. Dus je wil je natuurlijk wel een beetje blijven onderscheiden ten opzichte van de concurrenten. Maar nou, het is dus niet zo, want ik dacht als je inschrijft bij de KVK dat je gewoon meteen een soort van
alleen recht hebt op die naam. Nee, dat is... niemand anders zit daar ook mee eens. Nee, dat is een handelsnaamrecht. Ja. En dat geeft eigenlijk alleen bescherming in de stad waar je zit voor de producten. Maar dat is een heel kleine bescherming. Okay. En wat een merkrecht doet, dus eenmalig betaal je daarvoor. En dan krijg je voor 10 jaar, mag je bijvoorbeeld in de hele Benelux, mag niemand anders dezelfde naam gebruiken of vergelijkbare namen. Voor dezelfde producten of diensten die je aanbiedt. Okay. Dus... dat is een super goede tip. Ja, en niet heel duur. Vanaf €244 heb je dat al geregeld. Bij een ander bedrijf verkoopt merken. Hey, wie van jullie kan er een beetje darten? Ja, ik denk, zij heeft een dakkamer. Gaan we hier denk je nat, met z'n drieën? Dat denk ik wel. Ja. Ik heb een leuk spel. Ja. En daar gaan we met een dartpijl gaan we op het dartbord gooien. En aan de hand van welke kleur we opgooien, zit daar een vraag aan die we aan elkaar gaan stellen. Dus gaan we die kant op. Gina, jij mag wat mij betreft oranje. Oké, wat is het beste advies dat jullie ooit van iemand anders hebben gekregen over de eigen onderneming? Doe het niet. Nee. ik denk dat het beste advies is inderdaad wel, en dat is ook eigenlijk het advies wat we altijd doorgeven, is zoek andere mensen erbij als je het zelf niet kan. Of je nou iemand inhuurt op ZZP-basis, of dat je echt een compagnon erbij zoekt die... jou kan aanvullen. Ik denk dat dat gewoon enorm belangrijk is als je gaat ondernemen. Want anders ga je gewoon met tegenzin je dingen doen en je wil gewoon graag focus houden op de dingen die je leuk vindt. Oké. Aan jou de eer. Kijk, een bierveeltje. Dit is een eerste keer. Hij zit in de roos. Dan aan jou de eer om een vraag helemaal zelf te verzinnen. Ik heb een vraagje bedacht en ik denk dat het ook wel belangrijk is om die vraag jezelf af te stellen. Is waar wil je over 5 jaar zijn? Weet je, wat is je meerjarenplan? En bijvoorbeeld met jou, wil je een of ander groot cateringbedrijf hebben of wil je het eigenlijk toch wel gewoon op die hele authentieke manier vanuit je keuken blijven doen? Over 5 jaar. Ja. Eigenlijk eerder dat laatste. Want ik heb bijvoorbeeld ook heel lang nagedacht over of ik een eigen restaurant zou willen hebben. Maar ik denk, het leukste vind ik gewoon om mensen bij mij thuis te ontvangen en dan alles te delen en een beetje wat persoonlijker thuis te krijgen. Dus mijn doel zou zijn dat ik ervan kan leven en dat ik elke dag nog steeds... doe wat ik leuk vind en niet verzeild raken in een soort van altijd maar vooruit willen gaan, terwijl het gewoon prima leuk is als het kleiner blijft. Vind ik een mooi doel. Ja, dat vond ik wel zo. Ja, dat vind ik een gaaf doel. Ja, jij inspireert ons. Chill. Wie had dat gedacht? Zo. Nou, is toch mooi als we in de rest uit de doeken gekomen. hebben jullie voordat je begon aan het bedrijf goed nagedacht over de marketing? En dan noem ik even een voorbeeld. Zijn jullie bijvoorbeeld een omgevingsanalyse gedaan om te kijken wat voor effect het heeft waar je bent? Ja. Eigenlijk wat we eerst hebben gedaan is we hebben eerst 100.000 blikken gekocht. En toen inderdaad zijn we echt gaan nadenken. Ook over inderdaad de marketing. Ja. Het is eigenlijk best wel simpel. Want je moet gewoon kijken waar vind je je doelgroep. En voor ons was het direct duidelijk van dit drankje is voor... mensen tussen de 20 en de 35, een beetje randstedelijke, hip mensen. Nou, waar kunnen we die vinden? Die vinden we eigenlijk veel online op het moment. Om iets dieper in te gaan op wat je net zegt, hè, 20, 35, dat noem je zo, maar hoe weet je dat? Hoe kom je erachter dat dat dus de doelgroep is? Nou ja, dat is wel, we hebben gekeken natuurlijk de trend die we zagen in Amerika. We hebben gekeken naar de markt daar, van wat deed het daar. En we zagen wel dat het inderdaad echt omarmd werd door de jonge generatie. Die natuurlijk ook gewoon heel erg bewust is van wat minder calorieën innemen. We geen suiker gebruiken, weet je. Dat soort dingen. Dus dachten van, dit is gewoon een perfecte match. Hoe kijk jullie richten hier denk ik op een wat groter publiek dan Gina. Maar hoe zou dit vertaald kunnen worden naar een tip voor Gina? Nou ja, ik denk dat je dat het al een klein beetje doet. Ik zag dat je al een Instagram had aangemaakt. maar probeer echt mensen mee te nemen in je verhaal. En zeker ook als je kleinschalig wil gaan beginnen. Zeg het tegen iedereen dat je hiermee bezig bent. Ook binnen je eigen netwerk zitten er gewoon heel veel mensen. Er is een keertje iemand die gaat trouwen binnenkort. En die zegt, oh, zou jij alsjeblieft voor mij die catering kunnen doen? Nou, oké, doe het gewoon. Maar neem mensen mee in je verhaal. Ja, en ik denk voor jou heel belangrijk zijn ook reviews. Zeg maar wat andere mensen ervan vonden. Dus begin daar ook vroeg mee. Vraag mensen, laat gewoon een leuke review achter. Dan kunnen andere mensen gaan toch voornamelijk met eten. Dat doe ik zelf ook altijd. Ik ga toch even checken van,
ja, is dit een goede keuken? Is wordt het wel wat ze zeggen dat het kan, is? Kan je hier lekker eten? Wat is de prijs? Wat is de kwaliteit? Wees gewoon heel transparant en probeer dat andere mensen dat verhaal door gaan vertellen. Want ik denk in jouw geval dat toch ook wel heel veel mond-tot-mond reclame gaat zijn. Ja, echt heel veel. Ja. En het is mooi om het verhaal wat al inspirerend is, het stoppen met je baan, fuck it, ik doe het. Dat is al het verhaal wat je moet vertellen. Mm-hmm. En als je dan ook nog eens lekker kan koken, je bent ook leuk om de hele avond mee in een ruimte te zijn, wat ik volgens mij heilig van overtuigd ben. Nou ja, maar ja, dan is dat je verhaal. En dat is denk ik ook waarom mensen terug gaan komen en waarom mensen gaan delen met, dit was echt een gezellige avond. Ik zat zo lekker te eten, het was gezellig, het was leuk. Ja, dat maakt jou ook anders van andere cateraars, weet je wel. Jij bent ze kopen jou denk ik ook al een beetje om de persoon die erachter zit. En precies. Dan is het heel belangrijk inderdaad om een beetje behind the scenes, laten zien waarmee je bezig bent. Maak een filmpje van de voorbereiding van je voorgerecht bijvoorbeeld. En wil jij dit voorgerecht ook volgende week bij jou op tafel? Probeer interactie met je fans te krijgen. Ja. Milan, Glenn, ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor de input en voor de tips. Gina, ik hoop, kan je ons een beetje meenemen wat de grootste les is die je vandaag geleerd hebt? Ja, ik denk wel prioriteiten stellen in het begin. Ja. En maar gewoon gaan beginnen, eigenlijk ook. Ja. En storytelling. En storytelling, dat sowieso. Het persoonlijk maken. Ja. Hey, boys, los van het feit dat jullie ons en Gina voornamelijk ontzettend geholpen hebben, hebben jullie ook nog iets geleerd vandaag? Nou ja, dat we bij Sunny's Kitchen moeten zijn als we lekker willen eten. Kijk, dat is een hele wijze les. Ik kan Utrecht wel alleen, hè? Ja. Gaan we even een avondje met z'n allen naar Utrecht. Volgens mij heb je een eerste boeking ergens binnen. Ja, echt, en dan nemen wij de drank mee. Ja, dat is een goede deal. Dan komen jullie in mijn story met die blikken. Nou, guys, bedankt. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Heel erg bedankt. Heel veel succes. Voor nog meer tips over ondernemen, kijk op kvk.nl of bel het KVK-adviesteam op 0800 2117. Vergeet niet even te abonneren op dit kanaal en ik zie jullie volgende week weer. Tot dan.